Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Mijn naam is Arvid De Coster en tweewekelijks heb ik een gast bij mij in de studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics uit het Belgische verzekeringslandschap. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Tom Coorevits, de Managing Director van Xolutions. Tom, welkom. Inderdaad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Tom, ik ben blij dat je hier bent. Toch wel een grote naam in het verzekerings- en expertiselandschap met een heel groot netwerk. Maar laten we misschien beginnen bij het begin. Tom, voor de mensen die Xolutions nog niet zouden kennen, wie of wat is Xolutions? Ik ben inderdaad Tom Coorevits. Ik ben geboren in de expertisewereld. Mijn vader, grootvader, overgrootvader, dat waren experten. Ja. Ik ben dat ook geweest sinds het begin van mijn carrière. En sinds 2 jaar, 1 oktober, 2 jaar, bestaat Xolutions. 2 jaar dus. En Xolutions is een expertisebureau gespecialiseerd in autoschade, gebouwschade en elektriciteitsschade. Okay. Wij zijn een nationale speler. Dus actief in Vlaanderen en Wallonië. In totaal zijn we nu met rond de 50, 55 mensen. Dat is wel gek, wil ik zeggen. 2 jaar, 1 oktober, jullie verjaardag gevierd. En vandaag 50 mensen, nationale speler in België. Dat is toch een heel sterke groei. Ja, inderdaad, zeer snelle groei. Dat komt natuurlijk door mijn netwerk, gelijk dat u daarnet zegt, en mijn venoten, want Xolutions is dus een partnership. We zijn met 3 venoten, zijn de Sjoerd, Lieve Vermoezen en ikzelf. Wij komen alle 3 uit die wereld, wij kennen heel veel mensen, dus dan gaat uw groei natuurlijk veel sneller of dat je daar als nieuwe speler in komt en niemand kent. Ja, ja, want jullie zijn alle 3, hebben jullie een achtergrond, dacht ik, in auto-expertise. Lieven en Sjoerd, dat zijn inderdaad auto-experten. Ik zelf heb de laatste 15 jaar geen expertises meer gedaan, maar ben constant bezig geweest met het diversifiëren van mijn expertiseactiviteiten. Ja, want dus mensen kennen u als de CEO van Dekra hiervoor natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb inderdaad het geluk gehad van 9 jaar CEO te zijn van Dekra België. Een hele mooie ervaring, heel veel kennis opgedaan, nationaal en internationaal. Maar na die 9 jaar vond ik het wel tijd om terug op eigen benen te gaan staan en om terug mijn eigen verhaal te gaan schrijven. Ja, dat is, dat is eigenlijk wat aan de basis ligt van de geboorte van Xolutions. Inderdaad, ja. Ik zeg, 9 jaar, hele mooie tijd. Heel veel mooie momenten meegemaakt. Maar in hart en nieren ben ik eigenlijk meer ondernemer. En ik wou terugkeren naar het ondernemerschap. Ja, ja, want ik kan mij voorstellen, Dekra is natuurlijk een groot internationaal bedrijf, dat daar wel bepaalde interne processen bij komen kijken die misschien iets anders zijn dan bij een iets lokaalere speler. Ja, inderdaad. Het is, als je op kapitein bent van een groot schip, is het moeilijker manoeuvreren of een klein bedrijfje hebben waar, de richting die je zelf bepaalt heel snel naartoe kan gaan. Ja. En er moet daar heel weinig overleg in gebeuren, je moet weinig akkoorden hebben, er moet weinig over vergaderd worden. We bepalen de richting en we gaan daar naartoe. En dat is wel iets dat mij ligt. Ik heb eigenlijk een hekel gekregen aan eindeloze meetings en vergaderingen. En mijn leven was zo. Ik kwam buiten uit een vergadering vol met taken die we moesten gaan doen. En in de praktijk heb je bijna nooit geen tijd om die taken te gaan afwerken. En stel je de vraag, waarom hebben we al die meetings? Ja, ja. En ik wou daar gewoon mee stoppen. Ik vind dat wel interessant, Tom, dat je dat nu zegt als je spreekt over meetings. Hè, want dat is toch een probleem, niet bij alleen grote bedrijven. Hè. Uiteraard, ik snap dat, grote internationale, maar ook nationale bedrijven, dat daar wat een meeting culture is. Maar ook bij makelaars bijvoorbeeld, hè, bij kleinere kantoren zien wij dat zelf heel vaak. Hè, dat zij zeggen, goh, ik heb voor niks geen tijd niet meer, hè, want ik ga van de ene vergadering in de andere vergadering natuurlijk. Is dat iets waarvan dat je gelooft dat bedrijven lam legt, zal ik maar zeggen? Ik ben daarvan overtuigd, want ik kom uit een cultuur waar we constant zaten te meeten en ook constant zaten te rapporteren. Dat zijn rapportages op rapportages die er gemaakt worden. Dan krijg je 20 vragen terug op rapportages, kan je weer gaan beginnen met rapporteren. En bij Xolutions doen we dat heel veel minder. We doen dat enkel als het noodzakelijk is. Uiteraard is dat noodzakelijk om de koers te bepalen van uw bedrijf. Maar anderzijds zijn we zo snel gegroeid omdat wij tijd maken voor onze klant. Wie is onze klant? Wie is de maatschappij? Wie is de makelaar? Wij maken tijd voor die mensen. Wij luisteren wat die mensen van ons verwachten. En wij reageren direct. Het is niet ingewikkeld. Als ze iets vragen, doen wij dat. Ja, en dan kun je natuurlijk niet die tijd maken als je constant in de vergaderzaal zit, veronderstel ik. Je verliest jezelf gewoon in je organisatie. En je luistert niet meer, hoort niet meer wat uw klanten, maar ook uw medewerkers zeggen, want je ziet die niet meer. Ja, ja. Ik was het wat moe van geleefd te worden. Ja, dat snap ik. Dat is een mooie uitspraak. We zullen die noteren voor misschien onder in dit filmpje ergens te publiceren. Ja. Nu, misschien even terug naar Xolutions natuurlijk. Ja, Xolutions is een expertisekantoor in auto en brand, zoals je daarnet al zegt. Zat de Belgische markt te wachten op nog een expertisekantoor? Nee, absoluut niet. De Belgische markt die is eigenlijk volledig verzadigd op het gebied van alle mogelijke expertiseburelen. Maar ik beschouw mijzelf zeker niet als een expert. Mm-hmm. Ik zal ook wellicht de beste expert niet zijn die er rondloopt in België op het gebied van technische expertises dan. Maar ik geloof wel dat er ruimte is. Die was er in het verleden voor mij en mijn oude organisatie en die is er nu terug voor Xolutions. Luisteren wat de klant wil en luisteren. Wij zijn geen expertisebureau, maar wij zijn een service provider voor de makelaar, voor de verzekeringsmaatschappij, voor de leasingmaatschappij. Ja. Luisteren en doen wat die klanten vragen, enerzijds. En verder lijkt het ook voor mij noodzakelijk, heb ik ook altijd bewezen in het verleden, dat we moeten diversifiëren als expertisebureau. Als je als expertisebureau enkel bezig bent met auto of enkel brand, zal je wellicht voldoende werk hebben om je dagen te vullen. Maar wij willen met Xolutions een oplossing zijn, de oplossing zijn voor verzekeraars, makelaars, voor al hun problemen in verband met schade. Ja. En dat gaat van expertises doen, dat gaat van schadebeheer, dat gaat van de hele keten over die schade. Dus jullie doen ook schadebeheer? Of? Inderdaad, wij hebben met Teledesk een samenwerkingsakkoord dat wij ook schadebeheer doen. Zo nemen wij overflows over van verzekeringsmaatschappijen en dat kunnen zowel schadedossiers zijn, maar ook telefonie. Ja. U herinnert zich wellicht de zware overstromingen dat we gehad hebben. Ja. Zo hebben wij onder andere met onze organisatie de telefonie overgenomen van een grote verzekeraar, waar wij alle inkomende calls hebben opgenomen om die mensen te laten beheren en wij hun te ontzorgen van de inkomende telefonie. Ja, ja, ja. Dat enerzijds en dan tweeërlei gaat Xolutions zich verder profileren op de markt als zijnde een expertisebureau, een claimsorganisatie, waar we ook mensen ter beschikking stellen van verzekeringsmaatschappijen. Okay. Dus u heeft als makelaar of schadebeheer of maatschappij een schadebeheerder nodig. Dat is iets die moeilijk te vinden is. Dus, vandaag is dat een knelpuntberoep geworden, nochtans een heel mooi beroep, maar weinig interesse. Maar wij hebben mensen op onze payroll staan en wij kunnen die mensen aan u gaan outsourcen op tijdelijke basis. Ja, nu, dat is misschien interessant, hè, want heel wat van de mensen die naar Hello Insurance kijken, zijn ook makelaars. Ja. En heel vaak is een probleem die zij ondervinden de recrutering, het vinden van goede mensen. Nu zegt ja, die experten of die schadebeheerders, dat zijn knelpuntberoepen. Wij gaan ze daarom gaan outsourcen eigenlijk aan verzekeringsmaatschappijen. Maar waar vinden jullie goede mensen vandaag? Ik denk dat Xolutions, zoals WeGroup, want ik heb uiteraard ook een paar voorbeelden op de markt die voor mij toch wel trendsetters zijn. En WeGroup is daar een van de bedrijven van. Gaat mij doen blozen. Nee, maar Arvid, wij kennen elkaar ondertussen 4 jaar. WeGroup bestaat 4 jaar, wij kennen elkaar 4 jaar. Ik denk dat wij een van de eersten waren die elkaar ontmoet hebben na de start van WeGroup. Ik was zo onder de indruk van het WeGroup-verhaal en ben dat perfect blijven volgen de laatste jaren. En jullie zijn een vernieuwer, trendsetter. De markt zat wellicht ook niet te wachten op iemand zoals jullie. Maar jullie aanpak, flexibiliteit naar medewerkers, opleidingstrajecten is anders dan een traditioneel bedrijf. En wij proberen dat als kleine expertisegroep ook te doen. Ja, dus jullie maken het verschil eigenlijk door te zeggen: kom bij ons werken, om het zo te zeggen, want ons kantoor is anders dan andere kantoren. En dat probeer je... zeker. En dan het Xolutions team, zeggen wij. Het team. We zijn een team van mensen. Want het is door het team van die 50 mensen nu dat we op korte tijd erin geslaagd zijn om zo snel te groeien. Iedereen bij ons, we hebben een hele vlakke structuur. Iedereen is even belangrijk bij ons. Mm-hmm. En iedereen is zo belangrijk in ons verhaal. We zijn één ketting en iedere schakel, hoe groot of klein die ook is, is voor ons heel belangrijk. Die toegankelijkheid van de medewerkers naar onszelf is zo groot. En wij noemen trouwens onze mensen geen medewerkers, maar medewerkers. Okay. Iedereen werkt mee aan het verhaal. Ja. Zoals wij zelf, de drie venoten ook, wij werken ook constant mee aan het verhaal. Ja, en dat is iets dat gesmaakt wordt, veronderstel ik, door de medewerkers dan? Die mensen appreciëren dat, zij zien dat hun management even hard of harder werkt of hen. En zij zien ook dat het verhaal een succes wordt. En dat is mede dankzij hen dat zij helpen aan het verhaal te schrijven. Ja, want die groei en het succesverhaal van Xolutions is toch wel zeer opmerkelijk in die zin dat de groei in personeel is één iets, maar jullie zijn er ook in geslaagd om binnen die verzadigde markt, die je daarnet zegt, toch heel wat contracten binnen te halen. Ja. Wel, onze markt, dus de verzekeringsmaatschappijen, banken, leasemaatschappijen, is een markt die zeer snel aan het consolideren is. Mm-hmm. Als ik mijn traject bekijk, ik zit 25 jaar in het landschap, hadden wij vroeger 50, 60 klanten. Dat is nu volledig teruggevallen op 15, 20, waarvan 10 klanten 90% van onze omzet garanderen. Mm-hmm. Hetzelfde zien wij in de expertisemarkt, zowel auto, brand, elektriciteit als claimshandlingmarkt. Er is een grote consolidatie bezig, want de enkele maatschappijen die nog bestaan, die willen gewoon minder aanspreekpunten hebben, wat ik ook volledig begrijp. En wij met Xolutions helpen eigenlijk onze klanten met het consolideren van die expertisekantoren. We hebben in de laatste 2 jaar hebben wij een 7-tal kantoren overgenomen, nationaal verdeeld in België. Okay. En na de overname, de dag na de overname, integreren we compleet het kantoor in Xolutions. Dus dat betreft zowel IT-systemen, telefonie, alles is na dag 1 volledig geïntegreerd. Ja, want jullie hebben ook een eigen IT-systeem ontwikkeld, toch? We hebben verschillende systemen, want Xolutions is een oplossing, heb ik gezegd, voor de verzekeringsmaatschappijen. En voor oplossingen horen ook IT-systemen bij. Waaronder WeGroup ook voor ons perfect een partner is om te helpen met onze klanten. Maar we hebben inderdaad ook een elektronica-tool ontwikkeld, zelf ontwikkeld binnen huis, die we aanbieden aan de verzekeringsmaatschappijen. En dat is eigenlijk een database van 10.000 elektrische componenten, zijn de wasmachines, kookfornuizen, laptops, allerlei. En zowel de maatschappij alsof de schadeleider, die kan zelf via onze tool gaan kijken wat heeft een toestel gekost en wat is de huidige vervangingswaarde en specificaties van het oude en het nieuwe toestel. Ja, om eigenlijk bij kleine schades sneller te kunnen regelen. Ja. We zijn ook, en dat typeert ook wel toch mijn manier van denken, ik zeg aan onze verzekeraars, aan onze klanten, indien er geen meerwaarde is, moet u ons niet aanstellen. De tijd dat de expert met het fototoestel op de buik rondrijdt in België om overal foto's te gaan nemen, is voor mij volledig gepasseerd. Vandaag bestaan er allerlei nieuwe tools die we door de COVID beter hebben leren kennen. Maar dat is bij ons schering en inslag, video-expertise, tele-expertise. Ja. Wij hebben telefonisch via video of via gewoon Skype contact met de schadeleiders, gedupeerden, juist om de voortgang van het dossier te versnellen. Ja, want je spreekt nu over video-expertises en dergelijke meer. In combinatie daarmee zouden kunnen stellen, ook het aantal schadegevallen zal in de toekomst waarschijnlijk minder gaan worden. Hè. Als we kijken naar auto, ik denk aan zelfrijdende wagens en betere systemen in wagens en dergelijke meer. Hè. Als je die twee samentelt, maakt dat u niet bang voor uw eigen business? En de reden dat ik dat vraag is misschien omdat heel veel makelaars ook zelf nadenken over wat heeft die digitalisatie als impact. Zijn er niet bang dat uw business morgen gewoon stopt? Nee, wel in tegendeel. Ik vind dat schitterend dat onze business zo snel evolueert. En het is aan ons om mee te zijn met de snel evoluerende business. En we moeten daarbij ook nog onze opdrachtgevers gaan helpen om nog te versnellen. Verzekeringsmaatschappijen zijn loggere instrumenten of wij als kleine speler op de markt, maar wij helpen hen om nog sneller te gaan digitaliseren. Okay. En zeker gaat het veranderen in auto, minder ongevallen, artificiële intelligentie, fotoherkenning na schade. Enerzijds gebouwen, je hebt, vandaag heb je slimme, intelligente thermostaten. Je hebt allerlei detectoren in huizen die je kan monteren om waterlekken te gaan detecteren, gaslekken te gaan detecteren. Wij moeten dat als expertisebureau omarmen en de kennis opbouwen en dan onze opdrachtgevers daarmee gaan helpen. Maar zijn je niet bang dat een opdrachtgever dan zegt, ja, we hebben ondertussen zelf zoveel data dat we het eigenlijk gewoon makkelijk zelf kunnen regelen? Ik ben daar zeker niet bang voor. Wij gaan onszelf constant heruitvinden om in de toekomst nog een mooie toekomst te hebben voor ons en onze medewerker. Ja, oké, nee, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Misschien even, want ik heb al een aantal keer het woord over makelaars gesproken, ja, natuurlijk. Hè. Wanneer we kijken naar de gemiddelde expertisekantoor, zijn jullie opdrachtgevers, jullie klanten in principe zijn natuurlijk voornamelijk de verzekeringsmaatschappijen. Maar jullie komen wel heel vaak in aanraking, ja, met de makelaar. Ik denk tijdens expertises, maar je sprak daarnet ook over schadebeheer. Hè. We hadden hier trouwens enkele weken terug ook Geert Verhagen, ja, op de sofa. Ja, hoe werkt die samenwerking of hoe gaat die samenwerking met makelaars voor jullie vandaag? Wel, we hebben daarnet gesproken over less meetings, more doing. Mm-hmm. Dat is onze slogan bij Xolutions. En wij hebben gewoon nu veel meer tijd voor de makelaar. Okay. Wij hebben meer tijd om ook naar de makelaar te zitten. Onze opdrachtgever is wel de maatschappij, maar die makelaar die heeft daar toch een hele grote impact op die schade en op die schadeketen. En wij hebben meer tijd om met hem te luisteren. Met sommige kantoren, makelaarskantoren, werken wij zelf samen IT-oplossingen uit, waardoor dat de opdracht die zij sturen via de maatschappij sneller bij ons komt of omgekeerd. Dus wij omarmen de makelaar om samen de toekomst uit te bouwen. Ja, want vaak krijg ik de vraag ook van makelaars, ja, is het eigenlijk nog nuttig dat ik erbij ben op een expertise bijvoorbeeld? Hè? Men vraagt zich dat af, want dat kost uiteraard wel tijd, het is ook niet zo schaalbaar. Ja. Ik zal het dan nu vragen, is dat nog nuttig? Ik denk dat zeker. De rol van de makelaar is in België niet te onderschatten. De makelaar is een belangrijke persoon bij het afsluiten van verzekeringscontracten, maar ook zeker bij schade. De recente overstromingen waar wij met Xolutions heel veel opdrachten hebben gekregen, hebben dat nogmaals aangetoond dat die schadeleider het echt leuk vindt van een vertrouwenspersoon, zijnde zijn makelaar, bij te hebben als wij komen als expertisekantoor. Ja. Uiteraard is het onze job als expert om correct te zijn op een expertise, maar toch heeft de schadeleider, voelt hij zich rustiger op zijn gemak als zijn makelaar erbij is om hem bij te staan. Ja, misschien een beetje een stoute vraag, maar kan een makelaar jullie beslissing beïnvloeden? Beïnvloeden niet, want wij zijn een neutraal, onafhankelijk expertisebureau. Dat is ook heel duidelijk naar de makelaar toe. Wij willen niet dat die makelaar hem komt moeien met ons vakgebied. Wij doen dat ook niet met zijn vakgebied. Iedereen is expert op zijn domein. Maar uiteraard kunnen wij bepaalde zaken over het hoofd zien of uiteraard kan de makelaar ons helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen en of tot een deftige regeling te komen. Ja, dus jullie houden wel rekening met wat de makelaar daaraan toevoegt, absoluut, en wat de schadeleider toevoegt. Absoluut, ja. Ja, okay. En als dat dan daarna terug naar de maatschappij gecommuniceerd, ja, wordt, ja, verloopt dat dan voornamelijk via jullie of via de makelaar dan? Wij communiceren naar de maatschappij. Dus de makelaar heeft zijn rol, maar wij als experten, wij communiceren via een rapport naar de verzekeringsmaatschappij. Waar dat de makelaar, veronderstel ik dan een kopie van? Afhankelijk van in welke hoedanigheid dat wij tussenkomen. Wat bedoel je juist? In vele gevallen sturen wij kopie van ons PV naar de makelaar, maar in sommige dossiers waar we komen voor in een BA-uitbating of waar dat de makelaar bij is van de tegenpartij, ja, bijvoorbeeld, is het niet de bedoeling dat wij een kopie sturen van ons verslag naar de makelaar van de tegenpartij. Wij sturen naar onze opdrachtgever en hij verdeelt naar ons rapport naar wie dat hij wenst. Ja, want om misschien een keer te kijken naar dat proces in het algemeen, ja, ik denk dat dat wel interessant is. Er komt een opdracht van de maatschappij binnen, ja, er is een schadeval gebeurd. De, ja, telefoon gaat, dat heeft al via, ja, e-mail zijn, veronderstel, ja, ik bij jullie. En dan? Ja. Het is afhankelijk van in welke afdeling dat je terechtkomt bij Xolutions. Dus we hebben enerzijds de autoschade afdeling, daar komt 90% van onze opdrachten komen binnen automatisch via Informex. Informex is dus een platform, een dataplatform, een communicatieplatform tussen verzekeraars en expertiseburelen en herstellers. Die opdracht komt bij ons binnen, wordt automatisch gecreëerd In het geval dat er al onder bestekken en foto's binnen zijn, dat wat dus gaat eindigen in een beeldexpertise, komt dat direct in de takenbox terecht van experten. Maar als het een opdracht brand betreft of elektriciteitsschades, is het zo dat wij onze IT-systemen ook de laatste jaar hebben gekoppeld met een paar grote verzekeringsmaatschappijen in België. Dus zij creëren het dossier, bij ons komt het binnen, wordt het automatisch gecreëerd via WeGroup. Dank daarvoor. Graag gedaan. En wij, al hetgeen dat wij invullen in onze database koppelt het automatisch terug naar de verzekeringsmaatschappij. En als wij afsluiten, rapporteren wij ook en wordt ons rapport rechtstreeks in de database van de verzekeraar gedropt. Daarnet hebben we het gehad over de taille van de expertiseburelen. Uiteraard kunnen die maatschappijen niet gaan koppelen met alle expertisekantoren. Dus je hebt een bepaalde taille nodig vooraleer zij die kosten willen kunnen maken om met een expertisebureau te werken. Dus jullie werken ook met andere onafhankelijke experten of expertisekantoren? Of hoe moet ik dat zien? Nee, wij hebben ons eigen expertisebureau en wij werken eigenlijk niet met anderen. Oké. Maar dat gebeurt wel voor sommige van jullie conculega's, toch? Dat kan, wil ik mij niet over uitspreken, maar wij willen dat iedere expert die op het terrein er is voor Xolutions, dat die maar één pet op heeft, dat dat de Xolutions pet is. Je kan niet vandaag komen voor een expertise voor dat bureau, morgen voor een ander bureau. Dat is niet de politiek die wij willen volgen. Ja. Wat ik eigenlijk wou zeggen, Arvid, is dat de consolidatie van de expertisemarkt ook een gevolg is van die digitalisatie. Maatschappijen willen koppelen met expertisekantoren en de kleine kantoren willen die kosten niet maken om te gaan koppelen. En wij bieden hen dan, als zij willen, mogen zij bij ons aansluiten. Wij nemen hen dan over, maar mogen zij verder werken voor ons onder de Xolutions vlag. En wij zullen wel maken dat die koppeling en die digitalisatie er is. Ik denk dat dat heel interessant is wat je nu zegt, want nu neem ik het opnieuw terug naar de makelaarij natuurlijk. We spreken over consolidatie in de expertisemarkt, doordat men eigenlijk ofwel met een bepaalde complexiteit zit, ofwel met investeringen zit die kleinere kantoren niet meer kunnen maken. Is dat iets dat je denkt die we ook zullen zien in de markt van de makelaarij, waar we ook vaak over consolidatie spreken? Ik ben daarvan overtuigd. Dus het is niet iets dat ik denk, maar ik ben ervan overtuigd dat ook de makelaarsmarkt, het is trouwens volop bezig, die golf, dus een sterke consolidatiegolf bezig. Daar in België heb je 5 hele grote makelaarskantoren, dan heb je heel veel kleintjes en dan heb je een hele groep tussenspelers. En die tussenspelers die gaan verder blijven consolideren, omdat ook de kost voor die verzekeringsmaatschappijen om de kleine makelaar te gaan servicen, die is gewoon te groot geworden. Dus dat geldt voor de makelaar, maar dat geldt ook voor ons expertisebureau. Dus de maatschappij kan naar ons, die opvolging van een klein kantoor, makelaarskantoor of expertisekantoor, is te duur ten opzichte van de return die zij krijgen. Want je draait natuurlijk zelf al vrij lang mee in de verzekeringssector. Ik ging bijna hokken, maar ik ga me er niet aan wagen. Maar na zo'n lange carrière, wat zou je kunnen zeggen? Wat zijn de voornaamste zaken die je bijvoorbeeld hebt zien veranderen in het verleden? De belangrijkste evoluties, laten we zeggen, van de laatste 10 jaar voor u? Ik zit 25 jaar in het vak. Ik ben blij dat je het zelf zegt. Wat ik zie veranderen heb op het gebied van expertise, dan is de sterke consolidatie van de expertisemarkt. Wat een goede zaak is, denk ik, voor de maatschappij, voor de makelaar en ook voor de schadeleider. Wij krijgen opdrachten binnen van in Kortrijk tot in Durbuy. En wij moeten daar is druk geweest van de zomer. Ja, dat was gigantisch. Maar wij moeten dezelfde service bieden aan die mensen en een klein kantoor kan dat gewoon niet. Dus dat enerzijds, ik had wel gedacht dat het aantal auto-ongevallen drastischer ging zakken of het nu het geval is. Dus daar heb ik mij wel op in de loop van de jaren aan mispakt. Ik dacht dat het aantal ongevallen drastischer ging zakken of dat dat nu het geval is. Wat wel nieuw is voor mij de laatste jaren is de catastrofes dan die we vaststellen. Bijvoorbeeld 2014 hebben we gigantische hagelschades gehad. Dat is voor ons als expertisebureau een uitzonderlijke uitdaging om dat te gaan managen. En nu de waterschades die we gehad hebben in Wallonië. Dat is zo'n grote uitdaging voor ons als kantoor. Gelukkig hebben we dan onze taille van die 50 mensen en de goede partnerships met WeGroup, met Teledesk, met Keypoint. Wij gaan echt met die mensen gaan samenzitten. Less meetings, more doing. Van mensen, we moeten nu helpen, we moeten nu iets doen om de schadeleider te gaan helpen. Ja. En zo hebben we ook in de overstromingen hebben wij onmiddellijk Teledesk ingeschakeld, die voor ons dag en nacht dossiers hebben gecreëerd. Mm-hmm. Dus onze beheerders die konden beheer gaan doen en die moesten niet kijken naar de creatie van dossiers. Ja, want het is daar dat jullie eigenlijk samen als tandem, of eigenlijk moeten zelfs zeggen als trio, want je hebt Xolutions aan de ene zijde, Teledesk, maar daarnaast natuurlijk de makelaar. Die drie partijen samen hebben ervoor gezorgd, als we bijvoorbeeld kijken naar de overstromingen in Wallonië, maar eigenlijk bij elke ramp of noodweer in het algemeen, het zijn die drie samen die toch echt wel het verschil maken voor de klanten, denk ik. Absoluut, ja. Absoluut. De schadeleider die was zo erg... De schade was zo groot dat de schadeleider... We hebben nog nooit zo'n toestanden gezien in België. Mm-hmm. En de schadeleiders die waren gewoon van vandaag op morgen alles kwijt. Ja. En dan is hun makelaar de rots in de branding, hun vertrouwenspersoon. En hij koppelt terug met ons, met Teledesk. Ja, want het is daar natuurlijk dat we vaak, ik denk wat de bal misslaan, in die zin dat er wordt altijd maar gesproken over digitalisatie en dergelijke meer. En wij zijn bij WeGroup natuurlijk een digitale partij, maar ik denk waar men vaak onterecht angst voor heeft, is dat die rol inderdaad niet kan vervangen worden. Onder meer door dat emotionele aspect. Ik kan mij morgen, gelukkig heb ik het nog nooit tegengekomen, maar als ik morgen mijn hele huis zal mijn hebben en mijn ouden verlies, zeg maar, ja, dat wilde niet via een app een schade aangeven, denk ik. Hè. Dat wilde toch gewoon bellen. Het digitaliseren is absoluut noodzakelijk, maar als makelaar en of expertisebureau moet je zelf beslissen wanneer dat je dat inschakelt. Mm-hmm. Nu bijvoorbeeld met de overstromingen hebben wij dat... Je kunt video-beeldexpertises doen, maar wij hebben gezien dat de rol van de expert was zo belangrijk. Die gedupeerde, de schadeleider, die wou een expert zien. Mm-hmm. Wij zijn het verlengstuk van de verzekeringsmaatschappij. Die mensen betalen een premie bij de makelaar, bij de verzekeringsmaatschappij. Op het moment dat er schade is, moet er iemand staan. Op dat moment zijn wij de vertegenwoordiger van de maatschappij en van de makelaar. Wij moeten die mensen helpen, ontzorgen. En dat is absoluut onze rol. Digitalisering kan helpen en dat heeft zeker geholpen bij de rapportage, want een expertise doen is één zaak. Maar daarna moet je zien dat je snel rapporteert. Uw maatschappij, opdrachtgever moeten de gedupeerden gaan betalen. Dus digitalisering gaan daar echt hand in hand met op het terrein zijn. Ja. Ja, want ik denk dat communicatie daar natuurlijk een belangrijke is. Je spreekt al over die rapportage. Ik herinner mij, ik denk dat het vorig jaar was, een rapport van de ombudsman van de verzekeringen, die eigenlijk de grootste, het aantal klachten die binnenkwamen bij hem analyseerde. En eigenlijk zeer opvallend, niet opvallend, is dat de meeste klachten na schade kwamen. Ja. Dat is vrij logisch, denk ik. Maar je zou veronderstellen dat meestal komt van mensen die niet blij zijn met de regeling, of die dan zeggen, ja, ik vind dat ik hier iets verdien, maar ik heb het niet gekregen. Ja. Maar dat klopt niet. Hè. Het grootste probleem is echt die communicatie. Mensen die zeggen, ik ben niet duidelijk op de hoogte gehouden, ik heb niet duidelijk... En wie wordt daar verantwoordelijk voor gesteld? Natuurlijk de verzekeringsmaatschappij, maar de vertegenwoordiger van de maatschappij in hun ogen is natuurlijk de makelaar daar. De makelaar en zeker ook de expert... De expert is ook cruciaal op het gebied van communicatie, want wij kunnen snel ter plaatse komen om een expertise te doen aan uw huis, auto of gelijk welk beschadigd object. Maar als wij niet rapporteren naar de maatschappij of naar de makelaar, dan weten die mensen ook niet wat te vertellen aan hun klant. Mm-hmm. Want wij zijn de ogen die op terrein geweest zijn en zij moeten horen wat wij willen communiceren. Dus die uitdaging is daar absoluut nog altijd en dat is ook voor Xolutions iedere dag een uitdaging. Maar ook daar proberen wij als expertisekantoor ons te diversifiëren, onderscheiden van de rest van de markt. Ja. Hoe? Door digitalisatie, door koppeling van systemen. Mm-hmm. Als we koppelen met onze verzekeringsmaatschappijen in auto, brand en op andere domeinen en ons expert die op de baan gaat met... de tabletten, waar dat hij foto's meeneemt, waar dat hij notities opneemt. Als we erin slagen om die communicatie onmiddellijk door te sturen naar de makelaar, de verzekeringsmaatschappij, hebben we bijna een communicatie van 1 op 1. Ja. Want we zien, en dat is toch wel een hele grote verandering met, om terugkomen op uw vraag van daarnet, de laatste jaren is die digitalisatie en versnelling van rapportering toch wel zeker een feit. Het gaat allemaal sneller. Tom, we hadden het daarnet al over de evolutie in de verzekeringswereld die jij tijdens die carrière gezien hebt. Ja, laten we het ons even eentje verder nemen natuurlijk. Misschien interessanter. Ik weet dat je geen glazen bol hebt, maar hoe ziet de toekomst van de verzekeringswereld eruit? Uiteraard kan ik daar niet direct op antwoorden, maar een van mijn persoonlijke sterke punten dan is dat ik de markt compleet blijf screenen. Iedere dag kijk ik naar nieuwe organisaties die op de markt komen en zoek ik nieuwe partnerships op. Zo hebben wij elkaar, Arvid, ook leren kennen. In de beginperiode van WeGroup, 4 jaar geleden, heb ik u denk ik als eerste expertisebureel gebeld om elkaar te zien. We zijn dan ook nog allebei Gentenaars, dat maakt het ook iets gemakkelijker. Ik ben eigenlijk een Oostendenaar. Ja. Maar like alle goede Gentenaren heb ik West-Vlaamse roots. Ja. Ja, niet schitterend. Maar hebben wij elkaar ook gezien bij de opstart van de WeGroup. En als ik WeGroup zag, hetgeen dat jullie wouden gaan ontwikkelen en ondertussen ontwikkeld hebben, dan was het voor mij duidelijk dat wij een partnership moesten afsluiten. En dat is ook belangrijk dat een expertisebureau kijkt van met wie kan ik partnerships afsluiten. Als jullie een wiel uitgevonden hebben, gaan wij daar geen geld en tijd in steken. Dat heeft geen zin. Ja. Maar hoe kunnen we samen koppelen, samen kijken om te overleven naar de toekomst? Ja. En jullie platform is daar jullie platform, jullie visie, jullie strategie en jullie mensen zijn een complete verrijking voor ons ook als expertisebureau. Ja, het klinkt bijna alsof dat gescript is, hè. Dat is niet het geval, ja, maar ik zou het zelf niet beter kunnen gezegd hebben. Misschien in het algemeen, want we spreken nu natuurlijk over de expertisewereld, maar de verzekeringssector in het algemeen bijvoorbeeld, waar staat de makelaar, waar staat de verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld binnen 5 jaar? Heel grote uitdagingen, voor, zowel voor de verzekeraar als voor de makelaar. De jeugd die gaat het anders gaan doen, die zijn geboren met de smartphone. Met de COVID zijn we allemaal nog meer naar de smartphone gevlucht. We hebben alle mogelijke apps die we gebruiken, iedere dag gaan we die gaan gebruiken. En de verzekering en afsluiting van een contract is daar ook een heel grote uitdaging voor de maatschappij en de makelaar. Constructeurs zijn grote uitdagingen. De constructeurs die willen autoverzekeringen meeverkopen met de auto, die willen mobiliteitsoplossingen verkopen, waaronder de auto, fiets, bromfiets, gelijk wat, treinabonnementen vallen daar ook onder. Sommige maatschappijen, verzekeringsmaatschappijen springen daar ook op in, op die kaart. Ik wil nu geen namen roepen, maar sommige bankapps kan je alles mee doen, tuurlijk, bijna. Ja. En dat die mensen springen, kijken naar de toekomst en die willen in de toekomst daar deel van uitmaken, dus hele grote uitdagingen. Maar wij zijn als Xolutions altijd bereid om samen met jullie of anderen samen na te denken over het veiligstellen van onze toekomst. Veranderen gaat het zeker doen. En het zal snel gaan. Ja, komt de makelaar dan ook bij jullie met feedback over? Absoluut, ja. We stellen vast, sinds de opstart van Xolutions worden wij heel veel gecontacteerd door makelaars. Die het Xolutions-verhaal volgen, want wij zijn ook wel actief op sociale media, wat ook nieuw is voor een expertisebureau, toch, om zo actief te zijn op sociale media. Maar de makelaar die volgt ons ook en die belt ons, contacteert ons heel veel, ook met de vraag om systemen te gaan koppelen, om hun productie te gaan koppelen aan bepaalde schadeprocessen bij ons. Dat is een absolute kentering en verandering in de markt. Ja, dat zijn dan makelaars die schadebeheer in-house doen of die schadevolmachten hebben van de maatschappij? Enerzijds, maar dat kunnen ook kantoren zijn die het gewoon ook anders willen gaan doen. En heel veel makelaarskantoren beseffen dat er toch ook wel voor hen een uitdaging is. En zij zoeken ook partnerships met onder andere expertisebureaus, zoals ze die ook met WeGroup gaan afsluiten wellicht. Dus zij komen en koppelen echt met ons terug van laten we samen nadenken over de toekomst. Ja, oké, duidelijk. Tom, misschien als afsluiter. Normaal, we proberen het zo weinig mogelijk commercieel te houden, maar ik ga je toch wat ruimte geven. Ja. Stel, ik ben of een makelaar of een verzekeraar, eender welke partner, zoals dat het zelf noemt, die met jullie zou kunnen gaan samenwerken. Ja. Waarom moet ik met Xolutions in zee gaan morgen? Het Xolutions team staat er, en dat dragen we echt hoog in het vaandel, de service te bieden naar de schadeleider, de makelaar en de maatschappij. Bij ons ben je geen nummer, maar ben je een schadeleider, een gedupeerde. Die IT en digitale oplossingen bij ons, wij zijn trendsetter op de markt. En ik denk als u moet koppelen als een makelaar met een expertisebureau, dat u het beter doet met een trendsetter of met iemand die zelf vreest voor de toekomst van zijn eigen werk en zijn eigen bedrijf. Ja, oké. Ik denk dat de toekomst Xolutions toelacht. Uiteraard moeten wij keihard werken, wij krijgen geen cadeaus. Maar het harde werk brengt wel op en het jaren zaaien op de markt brengt nu wel vruchten af. Ja, ik moet zeggen, wat ik merk ook, is dat er vaak het ondernemerschapspad eraf, zal ik maar zeggen, bij Xolutions. En dat is iets wat ik heel vaak hoor, die ook wel sterk geapprecieerd wordt. Ik denk ook, als makelaars morgen, die ik dan iets beter ken dan de verzekeringsmaatschappijen, met jullie willen gaan samenwerken, ja, dat ondernemerschap zit ook wel in het DNA van heel wat van die makelaars natuurlijk. Dus ik denk dat dat een perfect match is. De makelaar is een ondernemer. De zelfstandige makelaar is een ondernemer. Bij Xolutions zijn we ondernemend. Absoluut, anders kan je zo geen verhaal schrijven. En we willen dat blijven zijn. We willen er zijn als partner voor de makelaar en voor de maatschappij. En niet te vergeten voor de schadeleider. Alright, Tom, een dikke, dikke merci voor hier vandaag te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. En u ook bedankt om hier vandaag bij te zijn en deze aflevering te bekijken. Hebben jullie nog vragen voor Tom over Xolutions, over schadebeheer, over samenwerken met Xolutions, wat dan ook? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen of een comment achter te laten onder in dit filmpje. Vond je de content interessant, dan is het ook altijd leuk om een duimpje te geven. En dan zie ik jullie graag terug voor de volgende Hello Insurance.